Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En we beginnen eigenlijk de dag met een dagje stilstaan. Ik sta op dit moment in Montebello. Daar ben ik al meer geweest. Dat heb ik jullie al meer laten zien. Het is vandaag 8 december. En dat is een feestdag in Italië. En het is een rijverbod. Dus ik sta een dagje stil. En nou vind ik dat nooit zo erg om een dagje stil te staan. Alleen, het regent de hele dag. Dus het schiet niet op. Dus ja, wat moet je doen de hele dag? Een beetje schoonmaken, ramen zemen, stofzuigen. Dat soort dingen. Ramenzemen doe ik gewoon met spiritus. Met glassex en alles, dat vind ik altijd niks. Dus het is tenminste gewoon netjes schoon. Netjes zemen. Zo, even schoon water erin. Soppie. Ruikt alles weer lekker fris. Dan zijn we klaar. Nou, het is nu tussen de middag, dus we gaan eens even wat eten. Kijk, dit is wel leuk. Ik sta hier op de groepsfoto, jongens. En hier hangt ook nog een dronefoto van mij. En hier ook nog één. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, hoor. Maar... En ze zijn hier ook gek van racen, net als ik. Lekker hoor, een hammetje en dat zijn, weet ik veel, iets van uien of zo. Goed, nou, alles is klaar. Ja, net even lekker gegeten. Dus vanavond is die niet open. Het restaurant, dat is dan wel jammer, maar goed, aan de andere kant. Hij was tussen de middag open, dus we zijn gered. Vanmorgen lekker gedoucht, tussen de middag gegeten. Dus vanavond redden we wel. Ik heb het nummer van de pizzeria, dus dan bestellen we wel een pizzatje hoor. Komt helemaal goed. Maar nu het volgende. De auto is natuurlijk helemaal lekker schoon. De rest van de dag ga ik maar een beetje film kijken of zo. Want ja, zoals jullie zagen, er is echt niks aan. Het regent alleen maar. Normaal met een dagje stilstaan ga ik ook al graag even een stukje lopen. Of ben ik aan de buitenkant aan het prullen aan de auto. Ja, je kan natuurlijk helemaal niks. Dus nou ja, goed. Ik heb al verschillende keren ook de vraag gekregen. Ik denk vooral van niet-chauffeurs. Om een keer een rondleiding te geven door de auto. Dus nou ja, dan gaan we dat maar even doen, hè. Dit is dus de chauffeursplek. Mijn stoel. Stuur, alles. De zitting is kapot. Er liggen al lang een nieuwe op de zaak. Alleen er moet nog even tijd zijn om hem erin te zetten. Maar ja, het heb ook geen schuld. Na 870.000 kilometer. Deze auto is natuurlijk al 6,5 jaar oud. Dus goed. Dus er komt een nieuwe rugleuning in, daar ben ik wel heel blij mee. Dan hebben we hier het bed. Nou, deze kan naar beneden, dat is het bovenbed. Dan hebben we hier een kastje met kaarten, mappen, papieren, alles erin. Nou, hier hebben we nog een vak, er liggen allemaal rommeltjes, snoepjes, vuilniszakken, paperclips, allemaal van zulke soort spullen, keukenrol. Dan hebben we hier een voorraadkast. Je moet een hoop spullen bij je hebben altijd. Nou, hier hebben we nog een kast. Daar heb ik altijd mijn camera spullen in en dergelijke. Nou ja, de bijrijderskant. En hier onder het bed zit de koelkast. Nou, wat zit daarin? Groente, fruit, broodbeleg. En een minuutje voor nood. Omdat ik al wist dat ik stil zou staan. Yoghurt achterin, een paar flesjes bier. Dus ja, die is natuurlijk belangrijk. En hier het belangrijkste, mijn koffiemachine. Dat is het belangrijkste van de hele auto. Goedemorgen. Het is 7:15. Donderdagmorgen. En we gaan weer wat doen. Na een dagje stilstaan. Dus we gaan nu naar de onderkant van Verona. Dat is 54 kilometer rijden of zo. Dus dat valt mee.
Nou, ondertussen sta ik hier al een uur en 10 minuten. En er is nog niks uit. Dus het schiet nog niet erg op eigenlijk. Vanmorgen schoot het ook al niet op. Eerst 3 kwartier in de file gestaan. Dus ik was hier om 9:10. Het is nu 9:50. Ja, en ik moet een beetje aluminium lossen. Het is 4 meter lang, maar het weegt maar 200 kilo, weet je. Maar ik sta gewoon continu te wachten. Dus het schiet eigenlijk niet op. En ik heb nog zat te doen eigenlijk. Dus goed, we gaan wel zien hoe het afloopt. Grazie. Ja jongens, het is ondertussen 10:55 en het is eruit. Dus 1:03 gestaan voor 1 bundeltje van 200 kilo, dus dat schoot niet echt op. We gaan nu naar de volgende, dat is net onder Modena. Dat is 120 kilometer rijden en dan ben ik precies om 12 uur. Dus dat is eigenlijk wel weer een beetje jammer, maar goed, je kan niet altijd geluk hebben. Ik zal zo meteen nog even mijn hele rit uitleggen wat ik moet doen, dat doe ik zo meteen tijdens het rijden wel even. Ik zou jullie nog even wat over mijn rit vertellen. Ik ben maandagmorgen weggegaan. En toen ben ik via Duitsland en toen via de Tauere autobahn in Oostenrijk. Dat is dan zeg maar via Salzburg, Vlachau, Villach. Ben ik naar Udine gegaan. Daar heb ik dinsdag gelost. En toen heb ik daarna nog eentje gelost onder Vicenza. Nou ja, toen was natuurlijk die feestdag. En nu had ik vandaag dan eentje onder Verona, nu Modena. Daarna heb ik nog Empoli, Livorno, Siena en Perugia. Dus ik heb nog een heel druk schema voor de donderdag en de vrijdag. En dan weet ik mijn teruglading ook al. Dan moet ik in Piombino terugladen. En het gaat hem niet worden. Deze week zeg maar, dat gaat allemaal niet passen. Dus er gaat gewoon een weekend in zitten. Dat Piombino laaien, dat wordt gewoon maandag. Hij staat eigenlijk op vrijdag, maar dat door zo'n feestdag midden in de week gaat hem, dat haal je gewoon niet. Dat dat is niet anders. Dat soms heb je dat. Was ik al bang voor. Het is 12:15 en hier staat pauze tussen 12 en 2. Dus er zit niks anders op als wachten. Nou, dan maar even een boterhammetje eten, jongens. Het is niet anders.
even de zijkant open moeten maken en hem kort voor het hek moeten zetten. Want de heftruck kan niet over een dingetje, over een drempeltje heen. Gaat niet vanzelf, zeg maar. Oh. Wat heb je hier nou aan? Nou jongens, het ging niet vanzelf, maar het is opgelost. De pellets zijn eruit, dus nou ja, op naar de volgende. En die lost alleen eigenlijk voor de middag, dus op hoop van zegen. Ik ben daar om 4:30 denk ik, dus we gaan het zien. Nou, ik ben in Empoli en ja, ze doen de deur niet meer open. Dus ja, het is niet anders. Ik was hier om 4:30. Dus ja, morgen een nieuwe poging wagen. Dus ja, één voordeel. Nu kan ik wel naar de kippenbar. Dat is één van mijn favoriete tentjes. Dus daar ben ik al meer geweest. Daar heb ik jullie ook al meer mee naartoe genomen. Dus ja, daar ga ik nu maar naartoe. Dus en dan morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Die meneer of die mevrouw in die rode auto hebben op de tijd. Die rijdt 60. Ja, ik mag hier niet inhalen. Want als ze dat zien, dat je inhaalt, kost die 3 maanden die rijprijs in Italië. Dus dat ga ik niet doen. Dan gaat hij 40 rijden op de snelweg. Of snelweg. Het is geen snelweg, het is een superstrada, maar. Die ging op de tijd. 55. Keurig. Mooi plekje voor mij. Nou, jullie zagen het vandaag. Als het maar de eerste klant al tegen zit, dan zit het de hele dag tegen. Nou ja, deze dag maar gauw vergeten. Morgen hopelijk beter. Nu maar gauw lekker wat gaan eten. Ik vind het prima. Proost.
Zweervol, hè, met al die knipperlampjes. Kijk, lekker half kippie. Morgen, dames en heren. Het is 8 uur, vrijdagmorgen. En ja, ik sta nu wel te lossen, dus ik kwam hier aan en gelijk lossen. Het is hier altijd 5 minuten werk. Nou, hij is eruit. Prima. Dus even een bakje zetten en op naar Livorno. Deze ook gelost. Nou ja, dat is hier in Livorno altijd wel een dingetje om te komen. Maar dat hebben Wender en Kees al een keer laten zien. Dus dat heb ik expres even niet gefilmd. Dus ja, het is altijd een heel gedoe, zeg maar, om hier erin te komen en weer eruit te gaan. Er moeten ook al auto's verzet worden en het zit in een doodlopend straatje, in een woonwijkje. Dus ja, dat gaat niet vanzelf, zeg maar. Dus, maar goed, we zijn hem kwijt, dus op naar Siena. Ciao, grazie. Ciao.
Nou jongens, zoals jullie zien, om te lossen is het niet best. Slecht weer, joh. Nou jongens, deze is er ook uit, dus op naar de laatste. Ik heb even niet te veel gefilmd, want zoals jullie zagen, het regent knap hard. Dus ik ga maar niet helemaal zeiknat laten regenen buiten. Dus vandaar. Dus op naar Perugia. Ik sta te los en ik hoef er helemaal niks aan te doen. Ik mag niet eens naar binnen, dus prima. Wachten we rustig af. Goedemorgen. Het is ondertussen zaterdagmorgen. En gisteravond was ik natuurlijk, of gisteren eind van de middag, was ik natuurlijk klaar met lossen. Het was super slecht weer. Dus ik denk, ik zat er even een auto voorbij. Dus het was super slecht weer, dus ik heb even niet gefilmd. Dus je zag toch niks, het werd schemerig. Dus ja, het is nu zaterdagmorgen. Ik sta hier stil. En hier blijf ik het hele weekend staan. Ik heb gisteravond even lekker gedoucht, gegeten. Dus ja, ik ga nu zometeen maar even boodschappen doen. En ga ik met de losse trekker. Want even water halen en zo. Maar hier hebben ze ook een kraantje buiten. Dus dat is top voor water. Want ja, ik moet ook even mijn wielen wassen en zo. Want dat ziet er niet uit. Dus ja, dat gaan we eerst zo meteen maar eens even doen. Dus, je moet toch boodschappen hebben. Kijk, en drinkwater heb ik zat. Dus het is puur alleen water om te rommelen in de auto. Nou heb ik natuurlijk van de week de auto al schoongemaakt. Dus dat hoef ik eigenlijk ook niet te doen. Alhoewel... mijzelf kennende doe ik dat zometeen toch weer wel. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus het is trouwens fris zat. Dus ja, dat gaan we zometeen eerst maar eens even doen. Want ja, de voorraad is aardig op. Dus toch even brood halen en broodbeleg. Kijk, dit restaurant is vanavond open. Dus ik kan vanavond gewoon weer eten. En morgen tussen de middag en de avond. Dus ik kom het weekend door. Hoppatee, de wandelstappen aan en gaan. Kijk jongens, ik doe ook graag een stukje wandelen hoor. Dat is maar 500 meter, weet je. Dus dan is het ook onzin om met de vrachtauto te gaan. Maar ik vind dat wel lekker, een stukje lopen. Maar ik sta hier ook aan het meertje. De zomer sta je hier echt top, denk ik. Maar misschien ga ik er nog wel even kijken vandaag of morgen.
Ze hebben gewoon Nederlandse kaas hoor. De boodschappen zijn opgeruimd. En, ik was trouwens op de heenweg, want anders vragen jullie dat misschien af, omdat het restaurant natuurlijk dicht is. Tot vanavond. Je moet ook wel eens naar het toilet natuurlijk. Dus ik ben op de heenweg al even naar een barretje geweest. Even een bakje koffie gedaan en gelijk gebruik gemaakt van het toilet. Dus zo los je dat op. Dus we gaan nu maar eens een uitsmijtertje pakken. Tja, je moet toch wat. Zomers goed zitten jongens, camping erbij. Nou, aan het water. Top! Ik ga eens even kijken, want er gaat ook een bootje, een pontje naar. Want daar is Isola di Maggiore. En ik ga eens even kijken. Als het morgen ook gaat, ga ik eens even naar het eiland kijken. Ik moet toch wat doen. Het meer wat jullie trouwens achter mij zien is het Lago di Trasimeno. Nou ja, en dat eilandje is dan Isola di Maggiore. En we kunnen daar dus morgen naartoe. Dus ik ga daar morgen even kijken. Maar ik wil dan eerst even. Dat vind ik een aantal interessant. Nou niet gelijk op die boot stap, dus dat doe ik morgen. Ik heb morgen wat te doen. Nou, ik weet niet of jullie mij kunnen verstaan, maar ondertussen de plannen zijn gewijzigd. Het is zaterdagmiddag en we gaan nu naar het eiland. We gaan het wel zien. Jongens, ik weet niet wat het is, ik ga het zelf zien. Nou, op internet staat dat er maar 16 inwoners op dit eiland wonen, maar er staan wel meer huizen in ieder geval, maar als 16. Beetje creepy jongens, je ziet gewoon helemaal niks en niemand op straat. Joh. Het lijkt gewoon helemaal verlaten hier. Dat is niet zo, maar zo lijkt het wel. Het was een kerk uit 1165 jongens. Dat is oud. Nou jongens, de zonsondergang is prachtig hier. En ik sta op de boot te wachten terug. Ik moet nog een half uur wachten. Maar goed, dat geeft niet. Maar het is koud, jongen. Maar in ieder geval, ja. Zomers is het denk ik hartstikke leuk. Maar nu, in het winterseizoen is er hier vrij weinig te beleven. Maar goed, ik heb het wel gezien. Dat dan weer wel. Te wachten. Ik heb het wel gezien hier. Het is koud, maar goed, vooruit. Dus het is helemaal donker. Nou, het is 5:15 en eindelijk komt de boot. Komt hij aan? Alleen voor mij, want voor de rest is er hier niemand. Ik ben een half uur op het eiland geweest hoor. Maar na anderhalf uur had ik het wel gezien. Maar goed, we gaan nu lekker terug en vanavond lekker eten. Prima. Ik ben wel blij dat ik het gezien heb hoor. Dat wel. Het was wel, het is wel mooi. Maar anderhalf uur was lang zat. We gaan binnen gaan zitten jongens. Want voor op het dek is zo koud en je ziet toch niks. Goed mensen, ik ben weer in de auto. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om ook eens te zien wat wij doen als wij dagen stilstaan. Ik ga nu mijn douchetas pakken, dan ga ik lekker douchen en eten. Maar dat heb ik jullie allemaal al laten zien in deze video. Dus vonden jullie het nou leuk? Doe een duimpje. Hebben jullie vragen of reacties? Doe het vooral in de reacties eronder zetten. Vinden we hartstikke leuk om te lezen. En ik hoop tot de volgende keer. Hoi hoi!